Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Ik moet eerlijk toegeven, er komen de laatste tijd wat minder video's uit. Hoe komt dat nou? Simpelweg, omdat ik af en toe denk van wat zal ik nu weer eens gaan maken. En van de meeste projecten die ik heb gedaan, heb ik al eerder video's gemaakt. Nu kreeg ik van een vriend een verzoek of ik een naambordje wilde maken. En dan kan je die naambordjes overal van maken. Maar hij wilde iets in de trant zoals ik dat ook had. Overigens iets waar ik zelf bij mezelf helemaal niet zo blij mee ben. Want ik vond het resultaat niet erg goed. Maar dat kan ik natuurlijk altijd opnieuw doen. Want ik weet dat het beter kan. Dat is verder het probleem niet. Wat wil hij namelijk? Hij wil op doorzichtig acryl, transparant acryl. Ik heb hier een plaat. Ja, waar we overigens maar de helft van gaan gebruiken. Wil hij de naam van hem en zijn vrouw hebben en dan een foto van een postzegel. Een speciale postzegel. Ik ga daar niet te veel over uitweiden, want ik wil mijn kanaal niet politiek maken. De naam erop is het probleem niet. Het probleem zal zijn de postzegel, want dat is een afbeelding. En dat heb ik nou dus nog nooit geprobeerd op acryl. Ik heb ook geen idee of dat echt goed gaat lukken. Maar het is zeer zeker de poging waard. Wat gaan we dus doen? We gaan vandaag een andere methode gebruiken. Want dat hebben we laatst gezien tot het toch niet helemaal slecht is. We gaan de tempera methode gebruiken. We gaan dus, ik ga de helft van die acrylplaat ga ik als het ware dichtspuiten met tempera verf. Wat bedoel ik met dichtspuiten? Ik ga dat doen met een hoge drukspuit. Met een compressor, zeg maar. Omdat je compressor gebruikt, gebruik je een verfspuit. En tempera verf is vrij dik, dus dat gaat niet zomaar door die verfspuit heen. Dat moet je dus gaan verdunnen. En als je dat verdunt, dan is ook de laag die je aanbrengt is kleiner. Dan zul je die laag moeten laten drogen, dan een volgende laag. Net zo lang, totdat je er niet meer doorheen kunt kijken. Dat is bedoel ik met dichtspuiten, zeg maar. En als ik dat dan gedaan heb, dan ga ik vervolgens de helft van deze plaat laseren. Ik ga hem nog niet zagen. Dat heeft nog helemaal geen zin. Want ik moet eerst weten of het allemaal goed werkt. Ja of nee. Als het eenmaal goed is. Het is gelaserd en het is naar tevredenheid. Dan zal ik het gaan zagen. Vooraf alvast gezegd. Dat deze platen hebben op de voor- en de achterzijde een plastic beschermlaag. Die zal eraf moeten op allebei de kanten. Je ziet nog wel eens video's waar ze de beschermlaag erop laten zitten. Dat kan. Maar dat is vooral bij acryl waarop dan een papieren beschermlaag zit. En dit is plastic. En kijk, op de bovenkant haal ik het al sowieso af, omdat daar de tempera op komt te zitten. Maar op de achterzijde doe ik dat ook, omdat het plastic is. En daar komt toch nog wel hitte doorheen. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat dat plastic aan de achterkant, zeg maar, het acryl eigenlijk naar de knoppen helpt. Dus dat wil ik niet hebben. Het gaat er aan beide kanten vanaf. Zij het maar half, want ik gebruik maar de half van de plaat. En daarop gaan we dan dus die afbeelding laseren. In Lightburn, kan ik je zo alvast zeggen, hebben we dus niet zeg maar getraceerd of wat dan ook. We hebben die afbeelding zoveel mogelijk contrast gegeven en geprobeerd om daar iets mee te doen, zodat zeg maar die afbeelding er goed op gaat komen. Het is een experiment. Ik ben benieuwd. Hopelijk u ook. We gaan het proces in. Hier heb ik mijn huidige mengsel van tempera verf. Dit is relatief dun. Ik ga het iets dikker maken. Maar nogmaals, de balans zit hem hier dus erin dat zeg maar de verfspuit nog in staat is om het te spuiten. Als je echt de tempera verf zou gebruiken in zijn originele staat, dan gaat dat never nooit lukken. Dus je moet het verdunnen. Maak je het te dun, zul je zul je heel veel lager moeten spuiten en laten drogen. Dus ik ga er iets meer tempera verf in doen. En dan ga ik dat schudden, zodat het zich vermengt. Want tempera verf is waterverf. En dus kan dat. Dus ik pak de tempera verf erbij. Zo. Even kijken of je dat kan zien. We gaan er iets bij spuiten. Zo. Niet te veel. Want nogmaals, het moet uiteindelijk wel mogelijk gespoten kunnen worden. En dan gaan we dat in de verfspuit doen. De acrylplaat, ik heb de helft van het beschermplastic eraf gehaald. En die bovenkant, die gaan we dus zwart inspuiten met tempera verf.
En dat ga ik buiten doen. Ik zal er een klein stukje video van maken. Om nu te controleren of je acrylplaat klaar is, houd je hem tegen het daglicht. En dan moet hij eigenlijk zoveel mogelijk egaal zwart en niet doorschijnend zijn. Hij is nog een heel klein beetje doorschijnend. Dus we gaan nog één of twee lagen eroverheen doen en dan is hij klaar om gelaserd te worden. Zo, we zijn er klaar voor om onze acrylplaat te gaan laseren. Natuurlijk eerst focussen, heel belangrijk. Dan gebruik ik voor de letters de fill optie bij 3500 mm per minuut en 35% power. Dat is een beetje experimenteren wat ideaal is, dat zeg ik gelijk. Dat heb ik in een vorige video al laten zien. De afbeelding, dat is een aparte instelling in die zin dat het 3500 mm per minuut is. 35% maximaal power en 5% minimaal power. Bij een foto moet je nou eenmaal die grijswaarde zien te creëren. En vandaar dat ik dat doe. Ik weet absoluut niet of het gaat lukken. Ik ben ook heel slecht in fotobewerking. Dus we gaan het zien. Ik beloof het niet. Maar we kunnen het in elk geval gaan proberen. Met deze settings ga ik hem laseren. Ik ga eerst kaderen om te kijken dat hij op de goede plek komt. En dan ga ik de laser activeren. Zo, hij is gelaserd. Maar we moeten nog wel even een paar dingen doen. En eerst even een paar dingen zeggen. Het eerste is dat ik hem een stukje vanaf de bodemplaat heb gelezen. Dus ik heb er vier, ik zal deze er even onderuit halen, vier kleine dopjes onder gezet, zodat die niet op de bodemplaat ligt als je het lasert. Vervolgens heb ik een enorme ketser gemaakt. De vraag is hoe dat nu uitgepakt is. Het ziet er op zich nog goed uit, maar ik moet weten hoe het uitgepakt is. De fout die ik gemaakt heb is dat ik in de inleiding al zei dat ik aan de onderzijde het plastic eronder vandaan moest halen. En laat ik dat nou toch vergeten zijn. Niet zo handig dus. Desalniettemin kan ik dat niet veranderen, dus we laten het erbij. Volgende stap die ik ga uitvoeren. We gaan de tempera-verf eraf halen. En dat doen we door hem voorlopig even in een bak water te leggen, zodat het kan weken. Als je er overheen gaat wrijven, is dat minder fraai, dat zeg ik gelijk. Dus ik ga hem gewoon in het water leggen om het te laten weken en dan op die manier hem verfvrij te krijgen. Ik ga je dat zo laten zien. De plaat ligt nu dus in een emmer met water te weken. Pas een beetje op hiermee. Ga niet met schoonmaakmiddelen hierop. Ga niet met sponsjes hierop. Want acryl laat zich verschrikkelijk makkelijk krassen. En dat zorgt er dan voor dat het niet meer mooi is. De manier eigenlijk is dus zeg maar in water laten weken. In dit geval is het makkelijk, want het is maar een halve plaat acryl. Dus ik kan hem aan de onderkant pakken. En hem dan een beetje heen en weer bewegen. En op die manier proberen de zwarte tempera verf eraf te krijgen. Uiteindelijk kan je nog wel met een kwastje of met een zacht doekje of zo. Hè, maar hoe meer je op dat blanke acryl gaat rommelen, hoe eerder dat verkrast is en dus niet meer mooi is. De achterkant, ik zei al, ik had het plastic erop laten zitten. Het ziet er zo redelijk uit. Ik weet natuurlijk niet hoe het eindresultaat is, want daarvoor moet de tempera-verf er eerst af zijn. We gaan dat zo meteen zien. Volgende stap is het verwijderen van het plastic van de achterzijde. Ik heb nog niet echt kunnen zien hoe het eruit ziet. We gaan dat zien. Ik ga dat even off-camera doen, want daar heb ik even beide handen bij nodig. En dan laat ik je zo meteen het resultaat zien. Ik ga hem toch ook nog heel even met alcohol schoonmaken. Al geldt hier wel weer hetzelfde. Niet met middelen erop gaan krassen. Ik doe simpelweg mijn doekje erop, lichtjes wrijvend. Zodat ik het residu er weer afhaal. Even kijken of dat wat uitgemaakt heeft. Het is misschien heel moeilijk te zien. Ik ga proberen om het iets beter in een licht te brengen.
foto is zichtbaar. Of hij het mooi vindt, weet ik niet. Dat gaan we zien. Ik ga zo meteen nog laten zien wat er nog bij komt kijken om dit helemaal compleet te maken. Het plaatje gaat zijn 10 centimeter hoogte, 15 centimeter breedte. We gebruiken afstandshoudertjes daarvoor om de plaat aan te brengen. Alleen als je dat nou doet op een stenen muur, dan ziet dat er eigenlijk niet uit. Dus de achtergrond is eigenlijk de bedoeling dat die zwart is. En daarvoor gaan we nu 10 bij 15 een stukje acrylplaat uitsnijden van diezelfde maat als zometeen de plaat zelf heeft. En dat gaan we nu doen. Het uitsnijden van dat 1 mm dikke acryl, dat doen we met een speed van 800 mm per minuut, 75% power, en dan gaan er 3 keer overheen. Nou, het procedé kennen we. We moeten natuurlijk focussen. En dan gaan we beginnen met het laseren daarvan. Dit exemplaar van acryl is natuurlijk vooral mooi wanneer je er licht achter gaat zetten. Dat kun je hier ook zien. Als je er licht achter zet, wordt die erg fraai. Uiteindelijk moet die dus gemonteerd gaan worden. Ik ga zo meteen laten zien hoe je dat in principe doet. Uiteindelijk komt het er dan zo uit te zien. Ja, let niet op de lichtinval vanwege die lamp erachter. Onderop dus de zwarte 1 mm acrylplaat. Daar zitten nu nog beschermfolies overheen. Dan worden daar 2 gaten in geboord. Zowel op de door transparante acrylplaat als de zwarte acrylplaat. Als het kan op exact dezelfde plek. De dopjes die je hieronder ziet, die kun je er afdraaien, zodat je die transparante acrylplaat daarop kunt doen. Schroefjes in de muur boren. Acrylplaat erop, dopjes er weer op draaien. En je hebt een prachtige muur. Naambordje in dit geval, of een muurbord, net als je het wilt. Deze is aardig gelukt. Ik vind het met de foto, ja, het had natuurlijk beter gekund, maar ik vind foto's is sowieso niet zo heel gemakkelijk op acryl. Met verlichting erachter ziet hij er trouwens wel heel prachtig uit. Nogmaals, let niet op de politieke getintheid. Dat heeft te maken met de achtergrond van dit gezin. Ik denk toch dat het een geslaagd project was. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik wens je tot de volgende keer. Daag.